Tweede Kamerverkiezingen staan centraal in deze uitzending van Stadserf. Breda is erg goed vertegenwoordigd. Naast de bekende namen als Klaas Dijkhoff en Atje Kuiken zijn er maar liefst 6 raadsleden, commissieleden uit de gemeenteraad van Breda die op de lijsten staan van de landelijke partijen. Ze stellen zichzelf voor. Ik ben Yvonne de Heer-Seveke. Ik sta bij Lokaal in de Kamer. Dat is lijst 24 en ik sta op nummer 10. Ik ben Bas Maes. Ik sta op de lijst voor de SP en ik sta op nummer 21. Ik ben Joep Taks, kandidaat voor de Tweede Kamer voor 50PLUS, lijst 11, nummer 38. Petra Koenders, Partij van de Arbeid en ik sta op plek 54. Mijn naam is Jeroen Bruijns. Ik sta voor het CDA op de lijst op plek nummer 50. Ik heb een aantal stellingen en daar moet je een keuze uitmaken. Landsbelang of Breda's belang? Landsbelang. Elke avond stukken lezen of een Brabants sociaal leven? Een Brabants sociaal leven. Enige invloed in Breda of één van de 150 in Den Haag, dus een soort klapvolk? Toch één van de 150 in Den Haag. In of uit de Breda's gemeenteraad als je bent gekozen? In de Breda's gemeenteraad. In Breda wonen of verhuizen naar Den Haag? In Breda wonen. Breda's belang of landsbelang? Breda's belang. Elke avond stukken lezen of een Brabants sociaal leven? Combinatie daarvan. Enige invloed in Breda of klapvolk in Den Haag? Invloed in Breda. In of uit de Bredaanse gemeenteraad als je bent gekozen? Ja, dan moet ik er vanzelf uit. In Breda wonen of verhuizen naar Den Haag? Gewoon lekker in Breda blijven, net zoals Klaas. Breda's belang of landsbelang? In dit verband gaat het om het landsbelang. Ik probeer natuurlijk wel het Breda's belang naar mee te nemen. Elke avond stukken lezen of een Brabants sociaal leven? Stukken lezen is gewoon de morele verplichting en de juridische verplichting voor raadsleden. Je kunt er niet omheen. Enige invloed in Breda of klapvolk in Den Haag? Ik denk dat we moeten... Invloed in Breda is heel erg belangrijk, maar klapvolk in Den Haag, daar gaat 50PLUS niet voor. In of uit de Bredaanse gemeenteraad als je bent gekozen? Ik ben nu geen lid, maar ik denk dat de combinatie van functies degelijk mogelijk is, maar natuurlijk is dat niet op lange termijn te realiseren. Dan ligt de voorkeur toch bij mij in de lokale en de regionale politiek. In Breda wonen of verhuizen naar Den Haag? Altijd in Breda. Verhuizen is geen sprake van, zelfs niet aan een randgemeente van Breda, het blijft Breda. Okay. Breda's belang of landsbelang? Landsbelang. Elke avond stukken lezen of een Breda's sociaal leven? Sociaal leven. Enige invloed in Breda of klapvolk in Den Haag? Oh, wat een vervelende vraag. Je moet keuze maken. Je moet een keuze maken. Klapvolk. In of uit de Bredaanse gemeenteraad als je wordt gekozen in de Tweede Kamer? Uit. In Breda wonen of verhuizen naar Den Haag? Breda wonen. Breda's belang of landsbelang? Breda's belang. Elke avond stukken lezen of een Brabants sociaal leven? Brabants sociaal leven. Enige invloed in Breda of klapvolk in Den Haag? Enige invloed in Breda. In of uit de Bredaanse gemeenteraad mocht je gekozen worden in de Tweede Kamer? In. In Breda wonen of verhuizen naar Den Haag? Wonen in Bavel en pied-à-terre in Den Haag. Bij de stelling of invloed in Breda of klapvolk in Den Haag? Ja, precies. En daar heb ik gekozen voor klapvolk Den Haag, omdat ik hoop dat ik daar verandering in kan gaan aanbrengen, wat ik ook echt geloof. Ik denk dat de politiek in Den Haag, of überhaupt de politiek, echt veel meer iets kan bijdragen wat heel dicht bij mensen staan. Alleen mensen zijn het kwijt. Dus je moet het weer dichtbij zien te brengen. En dat doe je door juist te zeggen, nee, we gaan niet mee met dat klapvolk. Ik ga daartussen staan en dat kan ook anders. Ik vroeg jou ook stukken lezen of een Brabants sociaal leven. Dan koos je toch voor een Brabants sociaal leven. Ja, stukken lezen kan je in de trein en overdag. Het Brabants sociaal leven is waar je de mensen spreekt. Juist aan de toog, in het café of bij de sportclub. Ik vind dat heel belangrijk en ik denk dat mensen ook. Want daar komen ze je tegen. Ik vind niet dat mensen een afspraak moeten maken met mij. Nee, ze moeten Jeroen gewoon tegen kunnen komen ergens in het sociale leven. En daar gewoon even zeggen wat er speelt. En dan maken we daarna die afspraak wel. Waarom zouden mensen uit Breda op jou moeten stemmen? Nou, mensen zouden niet zozeer op mij moeten stemmen, maar wel op de SP moeten stemmen, naar mijn mening. En het heeft ermee te maken dat de afgelopen kabinetten Wilders-Rutte en Asscher-Rutte eigenlijk daarvoor hebben gezorgd dat de 80% van de mensen aan de onderkant, zeg maar, het slechter hebben gekregen. En de 20% mensen aan de bovenkant het eigenlijk alleen maar beter hebben gekregen. En dus Rutte heeft goed voor zijn vrienden gezorgd. Alleen het is nu tijd, denk ik, dat die andere 80% van de mensen ook gaat mee profiteren van het herstel. Waarom zouden mensen uit Breda op jou moeten stemmen? Nou, omdat ik dan de kans krijg om hun stem te laten horen daar in Den Haag, landelijk gezien. En ik wil ook hebben dat ze mij heel goed blijven informeren. Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je politiek gaat bedrijven en dat je wil je inzetten als iemand die voor het grotere belang opkomt, dat je ook niet altijd heel erg politiek onderlegd moet zijn. En dat ben ik ook niet. Die ervaring neem ik niet mee. Ik neem een heel andere soort ervaring mee, waarvan ik denk dat is heel erg zinvol om in de fractie in Den Haag en in de Kamer te hebben zitten. Ik denk dat mensen in Breda ook weten wat ik in de tijd in de gemeenteraad heb gedaan als lid van de VVD-fractie. Ik ben daar 38 jaar lid van geweest en ik ben 10 maal herkozen. Ik denk toch wel dat ik enige bekendheid in Breda heb. Ik heb ook altijd een principieel geluid op laten horen. Het is van belang, denk ik, dat de Bredaanse stemmer op een lokale kandidaat stemt. Omdat je daarmee ook een signaal afgeeft aan Den Haag. En wij hebben het voorrecht om in Brabant met lijsten te kunnen werken binnen het CDA. Waar ook echt alleen maar lokale mensen onderaan staan. Want lokaal, dat zijn mensen uit allerlei lokale partijen? Ja, door heel Nederland, van Groningen tot Maastricht, zitten daar mensen in. Even tussendoor, jij zei onderaan de lijst. Ja, zeker. Ik sta op de laatste plek, dus hij is lekker makkelijk. In plaats van Sybrand Buma kan je gewoon Jeroen Bruijns stemmen in Breda. En ben je gevraagd of heb je zelf initiatief genomen om op de lijst te komen? Ik ben gevraagd en vervolgens heb ik mezelf aangemeld. Dus eigenlijk van allebei een beetje. En wat neemt u mee vanuit Breda naar Den Haag? Vanuit Breda breng ik er in ieder geval mee de zaken die ook spelen op lokaal politiek vlak. Het probleem dat wij ondervinden in Breda bij de uitvoering van landelijke wetgeving. Natuurlijk heb ik op dit moment in de gemeenteraad een aantal dossiers lopen waar wij zien dat, dat men in Den Haag niet meewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de spoorweg Lawaai en Tuinzicht. De minister hoeft alleen maar te zeggen, staatssecretaris, we leggen nog een stukje geluidsspering aan. Daar doen ze allemaal moeilijk over. Dan breng je het wel bij een Kamerlid in, moet je achter Kamerlid in zitten dat hij eraan zit. Dat doet hij ook. Maar juist zo'n ding is een van de agendapunten waar ik mee naar Den Haag ben. Maar het gaat ook over bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, waardoor onze woningcoöperaties geen betaalbare woningen kunnen bouwen. Ik denk dat ik hier in de Bredaanse gemeenteraad heb geleerd, zeg maar, zeker als fractievoorzitter, dat je vooral generalist moet zijn, dat je politicus moet zijn en niet te veel in de details verzanden. We willen gewoon dingen bereiken en daarom ook de vraag die je net stelt in of uit de gemeenteraad. Natuurlijk in de gemeenteraad blijven, want daarmee kan je juist verbinden wat hier in Breda speelt, waar wij niet de eigen baas over zijn in ons eigen huis, dat we dat in Den Haag op de agenda krijgen. Ik zal zeker in Den Haag mijn kennis op het gebied van biobased economy heel erg meenemen en promoten, zonder daarbij te vertellen dat ik daar expert op dat gebied ben. Maar ik snap het heel erg goed en ik weet wat het voor deze regio gebracht heeft en vooral ook welke kansen erin zitten. En dat we dat moeten gaan doen voor de toekomst van alle onze kleinkinderen. Een belangrijk punt voor ons is in elk geval te zorgen dat woningcorporaties verplicht worden woningen te bouwen voor de senioren. Goede woningen, betaalbare, energiezuinige woningen. Wat is het Bredaanse straks aan jouw werk in Den Haag? Ik woon hier. Dat is het meest belangrijke. En mijn wortels liggen niet zozeer hier. Ik kom 18 jaar Limburg, maar woon hier natuurlijk nu al lang. Dus dat neem ik mee. En wat neemt u vanuit Den Haag dan mee naar Breda? Ik hoop vanuit Den Haag resultaten mee te brengen naar Breda. Ik werk ook al bijna 3 jaar nu als beleidsmedewerker in Den Haag. En wat ik daar vooral leer is, eigenlijk heel veel dingen zijn hetzelfde als in Breda. Het is een beetje hetzelfde spel, alleen hier zijn wethouders, zijn daar ministers. Hier zijn raadsleden, nou, die heten dan daar Kamerleden. Maar wat ik wel heb geleerd is dat het niveau daar en de snelheid, zeg maar, daar is het Champions League. En in Breda zou je het eredivisie kunnen noemen. Dus vooral het niveau, zeg maar, wat ik daar zie, dat heb ik wel geleerd om hier toe te passen, zeg maar. Ik denk dat het altijd goed is om ook andere agenda's na te streven. Om daar in die agenda's in Den Haag of in Brussel of in Den Bosch je punten te maken. Wat merkt een Bredaanse oudere nou meteen als je dadelijk in de Tweede Kamer zit? Het zou kunnen betekenen dat we de ouderen van Breda behoeden voor het grote risico dat dreigt op dit moment, dat straks de ruimte vergroot wordt om de OZB te verhogen ter compensatie van onvoldoende middelen die naar de gemeente vloeien voor de maatschappelijke ondersteuning. En dat betekent een extra belasting voor de ouderen. Daar moeten we inderdaad pal tegen staan. Goede uitleg geven. En mijn favorieten zijn jeugd en ook wel wat ouderen. Problematiek, maar dan meer van kijken hoe de toekomst van onze kleinkinderen eruit gaat zien. Waar ik heel erg heilig in geloof is natuurlijk de jeugd, dat zegt natuurlijk iedereen. Maar ik denk dat onder andere binnen het onderwijs is het heel erg vervrouwelijkt. En dat betekent niet dat er veel vrouwen per se in het onderwijs zitten, maar de hele systematiek is vervrouwelijk, waardoor we gewoon niet meer de jeugd aanspreken waarop zij hun drive moeten zoeken. En wij moeten denk ik vooral nu bezig zijn dat de jeugd de toekomst gaat maken. En dat betekent dat de vervrouwelijking echt aangepakt moet worden, dat het weer een mooi beroep is waar ook mannen voor gaan kiezen, waardoor het onderwijs weer meer is van iedereen. Ik hoop natuurlijk veel aandacht vanuit Den Haag voor de Bredaanse situatie. Niet alleen voor wat slecht gaat, maar ook voor wat goed gaat. Dat doen we nu ook. We halen Kamerleden hierheen. We hebben bijvoorbeeld prachtige voorbeelden van de doordecentralisatie in het onderwijs laten zien. Maar ook over hoe er in Breda omgegaan wordt met het verenigingsleven. Dat vinden ze inspirerend. En laten we zeggen, als er veel goed wil is voor de stad Breda, zijn ze ook eerder geneigd om wat voor Breda te doen. Ik ga niet naar Den Haag om alleen natuurlijk de belangen voor Breda te vertegenwoordigen of te behartigen. Ik denk, kijk, de SP die staat voor een bepaalde groep, wat ik net zei, die 80% van eigenlijk de lage en de middeninkomens. Ik denk dat daar willen wij het graag voor opnemen. En dus dat deel van Breda zal ik ook in Den Haag willen vertegenwoordigen of behartigen, die belangen. Want wat zijn precies de dossiers waar u echt zich in vast gaat bijten? Mijn dossiers zouden zijn het binnenlands bestuur. Ik heb vooral belangstelling voor de bestuurlijke organisatie van het land. Die Bredaanse aanpak van hard op de inhoud, maar zacht op de persoon en gewoon op een gewoon een vriendelijke manier met elkaar omgaan. Ik denk dat we die in Den Haag, dat zou misschien in Den Haag wel meer kunnen gebruiken. Dat de inhoud leidend is voor alle gesprekken die er gebeuren. En de inhoud is leidend voor het maken van beleid. Hoeveel kansen denk je dat je maakt? Ach, dat weet je niet. Je weet het nooit. Iedereen kan dat lekker privé doen. En als de inwoners heel goed luisteren en vooral diegenen die nu zoveel zeggen van ik denk niet meer dat ik ga stemmen, want onze stem wordt niet gehoord, dat die het vertrouwen in lokaal in de Kamer gaan krijgen. Laat ik wel wezen, je moet ongeveer 17.000 stemmen halen om in de Tweede Kamer op een volksdrempel te kunnen halen. Die moet ik halen, wil ik erin komen. Ik had er meer dan 1000 bij de gemeenteraadsverkiezingen, ik zoek er nog 16.000. Breda is redelijk groot, de kans is aanwezig dat het lukt. Ik ben heel lang in de politiek actief. Ik ben altijd realist gebleven. Ik denk niet dat we 38 zetels halen. Maar mochten er wat omstandigheden ook plaats 38 aan de buurt komen, neem ik de noemer wel aan. Maar de kans lijkt me erg klein. De kans om volgend jaar in de gemeenteraad van Breda te worden gekozen lijkt mij groter. Nou, laten we optimistisch zijn en zeggen 51%. Ik denk, kijk, zoals de peilingen nu staan, dan zou ik er nog niet in komen. Maar tijdens de peilingen, tijdens de verkiezingen kan er nog van alles gebeuren tijdens zo'n campagne. Als je nog in één zin iets wil meegeven, wat zou je willen zeggen? Kijk goed naar degenen die zichzelf echt geven. Die zichzelf zijn, die zichzelf blijven en die voor jou wat kunnen betekenen. Laten we zeggen hoe prachtig deze stad is en het altijd al geweest is. Breda wordt gezegd het Haagje van het Zuiden. Nou ja, dan zou ik zeggen breng nog maar wat meer Bredana's naar Den Haag. Het liefst in die Kamer en anders op bewindspersonenplek of zo. We hebben er nu één van een bepaalde partij. Ik kan me voorstellen dat er nog wat bij komen.